En van de PVV hoeven allemaal die rare klimaatmaatregelen niet. Maar ik heb wel één ding geleerd. En dat is dat als je van een ander iets vraagt, dat je het zelf ook moet doen. En dat je het goede voorbeeld moet geven. Dus eerlijk, als je iets van andere mensen vraagt, dat je het zelf ook doet. En dan heb ik een lijstje gezien. En dat gaat over vliegreizen, mevrouw de voorzitter. U weet allemaal heel erg slecht voor het klimaat en het milieu. En de heer Jette, die heeft, en dat is allemaal informatie die vanuit zijn Instagram-account is afgeleid. Die is de afgelopen jaren gevlogen naar Macedonië, Kosovo, Sri Lanka, Schotland, Oman, Iran, de Oekraïne, Sicilië, Ethiopië. Nou, misschien dat hij naar Schotland nog met de trein kan, maar met allemaal die andere landen kom je niet eens per trein. Dus u heeft hier 10, 20 vliegreizen gemaakt naar de hele andere kant van de wereld. Wat vindt u daar nou zelf van? Hier een hele grote mond van dat mag allemaal niet. We moeten voorzichtig zijn met het milieu, het klimaat, het CO2. En zelf bent u de groot verbruiker als het gaat om vliegreizen. De heer Jetten. Voorzitter, ik ben allereerst heel blij dat de heer Wilders ook af en toe op mijn Instagram kijkt. We krijgen helaas nog wat weinig likes op de foto's. Maar serieus antwoord op uw vraag. Kijk, ik vlieg wel eens. En dat is heel slecht voor het milieu. Dat is heel slecht voor het milieu. En daarom ben ik ook groot voorstander van een vliegbelasting. Zodat als mensen zoals ik er af en toe voor kiezen om het vliegtuig te pakken, dat we ook een eerlijke prijs betalen voor die vervuiling. En ik probeer zelf zo vaak mogelijk als het kan een alternatief te pakken. De trein, bij voorkeur binnen Europa. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik ben ook niet heilig. Ja, ik heb de afgelopen 10 jaar wel eens het vliegtuig gepakt. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, wel eens, hoorde ik dat nou goed of zat er een vlieg in mijn oor? Hoe kunt u nou van andere mensen vragen dat ze betalen, dat ze van het gas afgaan, dat ze van de benzine afgaan, dat ze een dure elektrische auto moeten kopen, dat ze niet mogen vliegen, althans fors moeten betalen, en dat u zelf gewoon overal lak aan heeft. U bent toch de grootste hypocriet die hier rondloopt als u dat doet? Nou, voorzitter, nogmaals, ik ben geen heilige. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door mijn eigen woning te verduurzamen. Ik ontken ook niet dat ik de afgelopen jaren heb gevlogen. Maar volgens mij toont dit voorbeeld dat de heer Wilders van mij persoonlijk aanhaalt juist alleen maar aan dat we ervoor moeten zorgen dat we het klimaatakkoord op een eerlijke manier vormgeven. Dat de sterkste schouders en de mensen en bedrijven die het meeste vervuilen, dat die ook het meest gaan betalen voor het klimaatbeleid. En wat dat betreft vindt de heer Wilders mij helemaal aan zijn zijde om ervoor te zorgen dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten gaan dragen. Voorzitter, ten slotte, want we mogen maar 2 of 3 keer per interruptie. U bent nu al in het begin van het debat al uw geloofwaardigheid kwijt. Wat u zegt, alle andere mensen met een niet zo'n dikke portemonnee als het Kamerlid de heer Jette, die moeten maar alles doen. En als ze dat niet kunnen, dan moeten ze dokken of ze blijven maar thuis. En iemand met veel geld, de elitaire liberaal van D66 Jette, die doet het allemaal wel. U bent alle geloofwaardigheid kwijt.